Domela trouwt vier keer, curieus genoeg, steeds weer met een vrouw die Johanna heet. Er sterven er drie in het kraambed, maar met alle vier krijgt Domela nageslacht. En de vierde echtgenote brengt hij hier, dankzij Molenaar Ime Kuyper, een goede vriend uit de regio. Samen met zijn kameraden zorgt Ime ervoor dat Domela en zijn vrouw terecht kunnen in de kasteleinswoning van het pas verworven Verenigingsgebouw. Dat gebouw was voorheen het Feitskerkje, een evangelisatiegebouw van de gereformeerde gezinten. En terwijl Domina hier verblijft, bedenkt hij de naam Aurora voor het pand, ook wel Morgenrood of Dageraad. Wellicht een kleine knipoog naar de vrijdenkersbeweging De Dageraad uit Amsterdam, waar hij eerder al hoofdbestuurder van was.